Goedemiddag. Fijn dat u met zoveel gekomen bent. Ik ga u meenemen naar de 17e eeuw in de komende drie kwartier. Ik zal mijn klok eens even aanzetten, want dan weet ik een beetje hoe lang ik aan het spreken ben. En ik ga u ook meenemen naar buiten, hoewel het daar op het moment eigenlijk helemaal geen weer voor is. Hè. Dus we gaan in gedachten naar buiten. Wat ik u wil laten zien tijdens deze lezing is hoe Noord-Nederlandse kunstenaars het eigen landschap ontdekten. Dus naar buiten trokken om rond de eigen woonplaats, maar ook in het oosten van het land te tekenen. Ze tekenden buiten, ze schilderden niet. Het buiten schilderen, dat is een 19e eeuws fenomeen. Dat begon pas later. Dus we gaan echt kijken naar tekenaars. En dan ga ik de laatste 10 minuten van mijn lezing een klein beetje aandacht besteden aan de tentoonstelling Wibrand Hendricks, die op het moment in het museum te zien is. Dus dan maak ik een bruggetje tussen de 17e eeuw en de late 18e en de vroege 19e eeuw. Ja, naar buiten. Noord-Nederlandse 17e eeuwse kunstenaars ontdekten het eigen landschap in de vroege 17e eeuw. En dat is eigenlijk best een bijzonder fenomeen. En dat men ineens oog kreeg voor het eigen landschap en naar buiten ging om dat te tekenen. En een van de eerste kunstenaars die dat deed was Hendrik Goltzius. En Goltzius werkte hier hij woonde om de hoek in de Janstraat. Hij was prentmaker, tekenaar. Later ging hij ook schilderen. En we weten onder andere door deze tekening dat hij ook rond zijn eigen woonplaats door de duinen is gelopen en vanaf een hoge duintop het landschap heeft getekend. Dit is een tekening uit Boijmans en we kennen nog twee van dit soort tekeningen. Dus met een heel fijn pennetje en met inkt heeft hij weergegeven wat hij zag, dus op locatie getekend in 1603. En dat was eigenlijk een breuk met de traditie daarvoor, dus met de 16e eeuw, waarin kunstenaars ook wel landschappen tekenden, maar dat deden op een hele andere manier. Namelijk meer imaginair. Dus toen tekende men meer fantasielandschappen. En Goltzius deed dat ook. Dus in de jaren 90 van de 16e eeuw tekende hij een aantal imaginaire landschappen, fantasielandschappen, waarvan echt de meest spectaculaire hier in Tylers Museum is. Een groot blad, ik heb de afmeting even bijgezet, dus 44 centimeter hoog, wat voor de 16e eeuw een vrij groot stuk papier is, waarop hij een imaginaire bergformatie heeft getekend waar zich een pad doorheen slingert en met wolkenpartijen eromheen. Dus dit deed hij nog in de late 16e eeuw en in de vroege 17e eeuw trok hij dus ineens naar buiten om in de buurt van Haarlem te tekenen. Hij was niet de enige die dat deed in de eerste jaren van de 17e eeuw. Hij was wel echt een pionier. Voor zover we weten was hij echt een van de eerste. Maar wie dat ook deed, enkele jaren later, als die tekening die ik net laat zien was uit 1603, dit is uit 1607, is Klaas Jansson Visser. En Visser werkte in Amsterdam. Hij was een tekenaar en een prentmaker. En hij begon ook zijn eigen prentenuitgeverij in de eerste jaren van de 17e eeuw. En Visser heeft ook met een tekenboek, met een schetsboek in de buurt van Haarlem rondgezworven. En verschillende plekjes in de omgeving van Haarlem getekend. Dit is de Potjesherberg, nabij Heemstede. Ik geloof niet dat die nog bestaat, hè? Nou, ik ben niet zo heel bekend in Haarlem, maar het lag in de buurt van Haarlemmerhout. En dat staat er ook boven. Buiten Haarlem door den herberg genaamd Potjeshuis of zoiets dergelijks staat er. En dat is een van de tekeningen die hij in de buurt van Haarlem maakte. Dit is een andere. Een blekerij buiten Haarlem. En u ziet, ja, typisch voor Klaas Jansson Visser is dat hij zo'n tekening opzette in hele snelle, schetsmatige lijnen. Een beetje krullerige lijnen af en toe. Even kijken of ik een pointer heb. Nou, geloof niet echt
dat ik iets kan aanwijzen. Nou ja, u ziet het hier bijvoorbeeld, hè? Dat hij op een hele schetsmatige, snelle manier zijn tekening heeft opgezet. Ja, terwijl je bij Goltzius het idee kreeg dat hij dat deed, op die duintop ging zitten. Ja, misschien om zich om, als vorm van ontspanning en om alles wat hij zag te observeren. En zijn hand te trainen, hè, goed te kijken wat hij zag en dat weer te geven. Klaas Jansson Visser had een heel ander doel met zijn tekeningen die hij maakte in de omgeving van Haarlem. Hij heeft ze namelijk in print gebracht. Dus deze voorstellingen werden omgezet in etches. Dus werden in de koperplaat geëtst en vervolgens afgedrukt in een serie. Hij heeft een serie prenten gemaakt, 11 prenten. Gemaakt in de omgeving van Haarlem. Het is allemaal gezichten in de omgeving van Haarlem. Dus je ziet rechtsboven de tekening en hier in het midden het resultaat. En deze prenten heeft hij dus als prentuitgever op de markt gebracht. Dus die waren bestemd voor de verkoop. Hier ziet u er nog een uit die serie. Een gezicht op Zandvoort. En die serie van prentjes, van 11 prentjes met gezichten op de omgeving van Haarlem, die kreeg ook een titelblad. En dat titelblad vertelt dat het gaat om een reeks prenten die plezante plaatsen laten zien. Hier, plezante plaatsen. Hier meugt gij aanschouwen, dus hier kunt u aanschouwen. Plaatsen gelegen buiten de genoeglijke stad Haarlem. En dan heeft hij ze speciaal gemaakt, zegt hij, voor liefhebbers die geen tijd hebben om ver te reizen. Oh, hier gaat het door. Gelezen de genoeglijke stad Haarlem of daaromtrent. Koopt zonder lang te peinzen, dus koop het zonder lang na te denken. Dus eigenlijk kun je met zo'n prentenserie kun je reizen vanuit je luie stoel. Dus op zo'n regenachtige zondagmiddag, zoals vanmiddag, hoeft hij helemaal niet naar buiten te trekken, maar kon je gewoon plaatjes kijken. En dat geeft ook wel aan dat niet alleen kunstenaars geïnteresseerd raakten in de vroege 17e eeuw in hun eigen omgeving, in het eigen landschap, maar ook de kunstliefhebbers, hè, de afnemers van kunst. Klaas Jansson Visser heeft ook veel samengewerkt met Jan van der Velde. En dat is ook zo'n pionier. Ook Jan van der Velde, die in Haarlem werkte in de eerste decennia van de 17e eeuw, moet heel veel in de omgeving van Haarlem hebben rondgezworven met zijn tekenmaterialen. En daar heeft hij allerlei plaatsen in de omgeving van de stad vastgelegd. En een ervan is de ruïne van kasteel Brederode. Men was ook erg geïnteresseerd in alles wat een beetje oud was en in een soort vervallen staat was. Daar kom ik straks ook nog op terug. Dus ja, dan hebben we eigenlijk met Klaas Jansson Visser en Henrik Goltzius en Jan van der Velde hebben we drie pioniers te pakken. Maar waren zij nu echt de allereerste die buiten gingen tekenen? Nee, dat waren zij niet, want dat gebeurde toch ook al eerder. Door een andere beroemde Haarlemse kunstenaar, namelijk door Maarten van Heemskerk, die veel eerder moet plaatsen, in de eerste helft van de 16e eeuw. En Maarten van Heemskerk die tekende niet in de omgeving van zijn woonplaats Haarlem, maar die maakte een Rome-reis. Tussen 1532 en 1536 verbleef hij in Rome. En de manier natuurlijk om je indrukken tijdens zo'n reis vast te leggen en motieven te verzamelen, om je mee naar huis te nemen, was tekenen. Dat kon je alleen maar doen door te tekenen. Hier ziet u een zelfportret van Maarten van Heemskerk, waarin hij zijn eigen portret gecombineerde met het Colosseum. En u ziet dat hij zichzelf nog een keer heeft afgebeeld, rechtsonder in de hoek. En daar is hij aan het werk. Zij heeft een grote tekenbord op schoot met een vel papier erop. En hij heeft een ganzenvier in zijn hand, hè, dus een pen, hij tekent met een pen. En een koker, een inktkoker, hangt aan zijn linker, houdt hij in zijn linkerhand. En zo legt hij alle bezienswaardigheden die hij aandeed in Rome, legde hij op papier vast. En het leuke is dat zijn tekeningen die hij in Rome maakte ook bewaard zijn gebleven. Dus in Berlijn, in het Kupferstichkabinet, is een grote collectie van zijn tekeningen die zich in twee albums bevinden. En waarin we precies kunnen zien wat hij interessant vond tijdens zijn Rome-reis.
bijvoorbeeld het Colosseum, maar ook het Forum Romanum. Dus dat tekenen op locatie, wat die 17e-eeuwse kunstenaars rondom Haarlem gingen doen, dat was op zich dus niet nieuw. Dat gebeurde in de 16e eeuw ook al wel, alleen men focuste zich dan op andere dingen. Hoewel aan de andere kant in de zuidelijke Nederlanden was er ook al wel een trend om buiten het eigen landschap, de eigen omgeving te tekenen. En wie daar heel belangrijk in is geweest in die ontwikkeling is Pieter Breugel. Van wie we ook een aantal tekeningen kenden die hij heeft gemaakt in de buurt van zijn woonplaats Antwerpen. Dit is Baasrode, u ziet het erboven staan. Baasrode, het ligt onder Antwerpen, ten zuiden van Antwerpen aan de Schelde. En het is een tekening in hele fijne penlijntjes dat de gezicht op de Schelde laat zien. En dan hier op de achtergrond ziet u dan dat kleine plaatsje Baasrode liggen. Het was, in zijn tijd was het een centrum van de scheepsbouw. Als we bedenken dat hij dit, ik denk toch wel op locatie gemaakt heeft. En dat hij dan zo uitkijkt midden op dat water. Is het heel goed mogelijk dat hij het getekend heeft vanaf een bootje. Dus dat hij ook zelf zich op het water heeft bevonden toen hij dit heeft vastgelegd. Ja, en wie ook in de zuidelijke Nederlanden werkte en zich al geïnteresseerd was in zijn eigen omgeving, was de zogenaamde meester van de kleine landschappen. Deze meester heeft een noodnaam, zoals wij kunsthistorici dat dan noemen, omdat we zijn eigen naam niet meer weten. Er is zelfs, is het de vraag of het gaat dus om een groep tekeningen en prenten van allemaal gezichten op Antwerpen en omgeving, dorpjes in de buurt van Antwerpen. En het is zelfs de vraag of die meester van de kleine landschappen, of dat wel één persoon geweest is. Misschien gaat het wel om een groep werken van verschillende kunstenaars die zo in Antwerpen en omgeving gewerkt hebben. In ieder geval heeft die zogenaamde meester van de kleine landschappen prachtige dorpsgezichten getekend met huisjes, boomgaarden, velden, vee en waaruit ook al een interesse in het eigen landschap blijkt. En dan gaat het dus om tekeningen, zoals deze. Maar ook om prenten, zoals deze. En die prenten doen dus eigenlijk ook heel erg denken aan die plezante plaatsen van Klaas Janszoon Visser, die ongetwijfeld deze serie gekend heeft en zich daardoor heeft laten inspireren. En ook als jonge prentuitgever gedacht heeft, wat ze in de zuidelijke Nederlanden kunnen, dat kan ik ook. Daar is vast een goede markt voor in Amsterdam en in Haarlem. Dus nieuw in de noordelijke Nederlanden, maar niet helemaal nieuw. In de zuidelijke Nederlanden zien we dus ook al een trend waarbij men het eigen landschap weergeeft. Ja, waarom deed men dat nou eigenlijk? Wat waren de redenen daarvoor? Nou, ik denk dat in de eerste plaats dat men oog kreeg voor het eigen landschap uit een soort, soort groeiend zelfbewustzijn. Zo wordt het ook vaak wel verklaard in de literatuur. Dus men kreeg meer oog voor de republiek. Hè? De republiek groeide. Nederland werd een belangrijke macht. En dat men toch uit een soort zelfbewustzijn dacht, ons eigen land is toch eigenlijk ook wel heel erg mooi en de moeite waard. We hoeven niet altijd naar Italië om iets moois te zien. Dus dat was de eerste reden. En de tweede reden is dat het ook door kunsttheoretici werd gestimuleerd. En we hebben heel weinig kunsttheoretische literatuur uit de 17e eeuw, maar een hele belangrijke kunsttheoretische bron werd geschreven door Karel van Mander, die het zogenaamde schilderboek schreef in 1604. Het werd in Haarlem uitgegeven in 1604. En Karel van Mander, die dat schilderboek bestaat uit verschillende delen. En één is een soort leerdicht voor jonge kunstenaars. En in dat leerdicht adviseert hij jonge kunstenaars om regelmatig naar buiten te trekken. Dus hij zegt, als je nou zat bent, als je er genoeg van hebt, dat werken in de werkplaats, als je er moe van bent geworden, sta dan op bij het ochtendgloren en ga naar buiten toe. En ga kijken wat je daar ziet, dus observeer de natuur. En leg dan vast wat je daar allemaal ziet. Dus op die manier stimuleerde hij de schildersjeugd om naar buiten te gaan. Een andere kunsttheoreticus uit de 17e eeuw, dat was Samuel van Hoogstraten, die stimuleerde kunstenaars eigenlijk hetzelfde. En we zitten wel een heel stuk later in de tijd, 1678, dus ruim 70 jaar later. Samuel van Hoogstraten was zelf ook kunstenaar, net als Karel van Mander trouwens. En Samuel van Hoogstraten was een Rembrandt-leerling. En in zijn kunsttheoretische werk, De inleiding tot de Hogeschool der Schilderkunst, adviseerde ook hij aan kunstenaars, ga regelmatig naar buiten.
trek naar de bossen, trek naar de velden, trek de natuur in en neem je tekenspullen mee, zei hij. En hij gaf nog een hele belangrijke aanwijzing. Hij zei, maak dan ter plaatse zoveel mogelijk tekeningen, maar wat je ook moet doen is heel goed kijken. Want als je heel goed allemaal in je opneemt, dan kun je het ook weer, als je terug bent thuis in de werkplaats, dan kun je ook de natuur tekenen van het onthoud, zoals hij het zei. Dus vanuit het onthouden, vanuit de geest. Dus het was een combinatie van ter plekke tekenen, op locatie tekenen, naar het leven, zoals dat werd genoemd. Maar ook van het onthouden, dus vanuit de herinnering tekenen. Ja, dus dat was een reden. Het werd gestimuleerd door het kunsttheoretici, maar het was ook een perfecte manier om materiaal te verzamelen. Dus kunstenaars gingen naar buiten om motieven te verzamelen, de hand te trainen, het oog te trainen en met de tekeningen die zij maakten terug naar huis te keren en dat als een soort beeldenvoorraad te gebruiken bij de productie van hun werken, dus bij hun schilderijen en bij hun uitgewerkte tekeningen. En dat zien we bijvoorbeeld bij Jacob van Ruisdaal, die ook een lange tijd in Haarlem heeft gewerkt. En die verschillende tekeningen heeft gemaakt, nou eigenlijk nou, net als Hendrik Goltjes, in de omgeving van Haarlem. Maar u ziet dat hij meer aandacht had voor de stad. U ziet de Sint-Bavo daar uit torenen. De stad en de omgeving daaromheen. En die schetsen die hij maakte in de buurt van Haarlem, die gebruikte hij voor de vele gezichten op Haarlem die hij heeft geschilderd. Zoals hier de versie uit het Rijksmuseum. Nou, rechts ziet u weer de tekening die ik u zojuist liet zien. Ja, het is even puzzelen, maar die huisjes, die kun je wel deels terugvinden. Dat huizengroepje op de tekening. En hier ziet u de bleekvelden, die dus Klaas Jansson Visser ook een heel interessant motief vond. Dus tekenen ter voorbereiding van geschilderd werk. En zoals u ziet was men dus niet alleen geïnteresseerd in het landschap, maar zeker in de loop van de 17e eeuw raakte men ook steeds meer geïnteresseerd in de stad, in de dorpen die men kon tegenkomen. Ja, een schilderij van Albert Cuyp. Ook dat is zo'n kunstenaar die veel buiten heeft gewerkt. Hij trok onder andere, zoals veel van zijn collega's ook deden, naar het oosten van het land. Dus men ging dan zeg maar, via Rhenen, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, trok men naar Kleef. En wat men dan zo mooi vond, was het stuwwallenlandschap dat men onderweg tegenkwam. Hè. Zeg maar beetje het heuvelachtige landschap in het rivierengebied, dat kende men niet hier in het westen van Nederland. Dus dat had een extra, dat was een soort extra attractie. Dat was extra aantrekkelijk. En op dit schilderij van Albert Cuyp ziet u een tekenaar aan het werk. Hier zit een man in het veld rechtsvoor, die op een steen is gaan zitten en een schetsboek tevoorschijn heeft gehaald. U ziet het daar op zijn knieën liggen. Hij heeft het als het ware in de lengte richting liggen. En hij maakt een schets van wat hij ziet. En op de achtergrond ziet u de Elterberg. Dus dat bergje met dat kerkje erop en die rivier op de voorgrond, dat is de Elterberg in de buurt van Nijmegen. En de Elterberg is door verschillende kunstenaars vastgelegd, want dat was een, nou ja, vanuit een Nederlands perspectief was het natuurlijk een soort berg, een soort heuvel. Dus dat was mooi, dat was bijzonder. Nou, u begrijpt dat dit is natuurlijk een gecomponeerde voorstelling. Dit is een constructie die in de werkplaats is bedacht met zo'n tekenaar en zo'n groepje paarden erbij. Allemaal mooie schilderachtige motieven. Maar Albert Cuyp maakte daarvoor wel gebruik van een tekening die hij op locatie heeft gemaakt. Bij Elten, dus van de Eltenberg. De tekening is nu in Parijs, in de Fondation Custodia. Maar ik heb expres de foto van het schilderij een beetje op die hoogte gezet. Want dan kunt u die Elterberg in de verte vergelijken met die tekening. En dat klopt echt heel behoorlijk. Dus die berg, maar ook bijvoorbeeld dat kerkje. Hier bijvoorbeeld. Dit kerkje. Staat er ook op. Het andere kerkje ook, maar daar heb ik de dia overheen gezet helaas. Maar kijk je ook volgens mij naar die bootjes. Die scheepjes. Ze heeft echt zich door die tekening vrij nauwkeurig gevolgd.
Ja, een constructie dus. Een soort ja, schilderachtig motief. Kunstenaar is aan het werk in het veld. Maar het leuke is dat dit schilderij toch ook wel de werkpraktijk van kunstenaars laat zien. Want als men naar buiten trok, dan maakte men veelal gebruik van, schetsboeken. Dit is een vrij groot exemplaar, maar ook van schetsboekjes. En dan moet u denken aan boekjes van zo'n 10 bij 15 centimeter. Van die kleine boekjes die je makkelijk in je zak stopt of in je reistas. En die je makkelijk even snel uit je tas kunt halen om een schets te maken. En die schetsboekjes, daar moeten er duizenden van bestaan hebben in de 17e eeuw. Als iedere kunstenaar er een paar gehad heeft, nou, dan moeten dat er echt heel, heel veel geweest zijn. Maar de allermeeste zijn verloren gegaan. We kennen er uit de Nederlandse 17e eeuw, we kennen er maar een stuk of 15. De rest is allemaal ja, verdwenen. Het was natuurlijk werkmateriaal. Of uit elkaar gehaald, zodat al die velletjes apart konden worden verkocht. Maar dit is nu zo'n schetsboekje dat nog bewaard is gebleven. Een schetsboekje van Jan van Kessel, ook een Haarlemse kunstenaar. Mogelijk een leerling van Jacob van Ruisdael. En Jan van Kessel is naar het oosten van het land gereisd. Hij ging dan niet zozeer naar Nijmegen en naar Arnhem en dergelijke. Hij ging naar Deventer en de omgeving. En hier ziet u dat. U ziet aan mijn vingertoppen hoe klein dit boekje is. En dit is een gezicht op Deventer. Met links de Libiniuskerk, de grote kerk van Deventer. En rechts de Bergkerk. Nou, hele fijne lijntjes. Dit is geen pen, maar dit is krijt. Wat natuurlijk een makkelijk materiaal is als je onderweg tekent. Het is zo schetsmatig gedaan dat je echt kunt voorstellen dat hij dit ter plekke zo even snel heeft vastgelegd. Ik heb nog twee pagina's uit dit boekje. Ja, daar komen ze. Links Graft in Noord-Holland. Dus er staan ook tekeningen van een andere tekenreis in, hè, van Noord-Holland. En rechts ziet u nog een keer de Bergkerk in Deventer. En het aardige van deze foto's is dat je ook goed kunt zien dat zo'n boekje dan met kleine leren bandjes kon worden dichtgestrikt. Heel zeldzaam dus deze boekjes, zoals ik al zei. Maar wat we nog wel heel veel tegenkomen zijn losse blaadjes. Dus die boekjes zijn vaak uit elkaar gehaald, zodat alle tekeningetjes los konden worden verkocht. En dan op basis van het formaat kun je dan vaak zeggen, nou dat zal wel eens uit een schetsboekje afkomstig zijn. En dan gaat het dus om een klein formaat tekening. En wat ook vaak typisch is voor die schetsboekblaadjes, is dat ze afgeronde hoekjes hebben. Hier ziet dat ze hier rechtsboven is die afgeronde hoek heel goed te zien. Rechtsonder is die een beetje beschadigd. Maar een schetsboekje dat je kant-en-klaar kon kopen bij een papierhandelaar of bij een boekhandelaar, had dus afgeronde hoekjes. Eigenlijk zoals je dat tegenwoordig nog, als je zo'n boekje koopt, hebben ze ook vaak nog afgeronde hoekjes. Want dan beschadigt zo'n boekje minder snel. Jan van Gooien, gezicht op Haarlem. Dat is ook een kenmerk van zo'n schetsboektekening. Ze zijn vaak heel snel opgezet. Echt in een paar lijntjes is in dit geval Haarlem getekend. Ja, en wat men dus ook wel deed, was niet op in schetsboekjes werken, maar zoals u ook al Maarten van Heemskerk aan het werk zag, met behulp van een tekenplank of gewoon een tekenmap waar je je papier in kon meenemen. Dat is een groot tekenalbum van leer waar je je papier in stopte. En als je dan ter plekke even rustig ging zitten omdat je de omgeving wilde vastleggen, dan kon je die tekenmap ook meteen als onderlegger gebruiken. Dus dat gebeurde ook. En dan had je natuurlijk het voordeel dat je wat meer ruimte had dan op zo'n klein schetsboekblaadje. En dat je dus ook wat makkelijker motieven kon vastleggen. Dit is een motief dat we heel vaak in de tekenkunst, maar ook in de schilderkunst tegenkomen. Een tekenende kunstenaar. Dus het geeft een beeld van de praktijk, van de toenmalige praktijk. En wat je dan ook heel vaak ziet, is dat iemand over de schouder van die tekenaar meekijkt. Ja, alsof het een soort, een soort bewijs van, nou, hier wordt echt ter plekke getekend of zo. Dat het een soort extra waarde geeft. Dat je ter plekke hebt geobserveerd en wat je hebt geobserveerd hebt vastgelegd. Ja, we kennen uit de 17e eeuw nog heel veel landschapstekeningen. Dat was een populair onderwerp.
En ja, wat ik u nu vertel, betekent dat dan dat al die landschapstekeningen uit de 17e eeuw echt naar het leven, dus op locatie, zijn getekend? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er ook heel veel in de werkplaats gemaakt werd. Dus op basis van schetsen die men op locatie had gemaakt, of uit het van het onthoud, zoals Samuel van Hoogstraten dat zei. En het is vaak heel moeilijk om vast te stellen, is iets nou naar het leven gemaakt, op locatie gemaakt of niet? Nou, ik noemde al die schetsmatigheid. Hè? Dat is een kenmerk dat dan wel wordt genoemd. Dus tekeningen die op locatie zijn gemaakt, die zien er vaak uit alsof ze snel zijn gemaakt. Ik denk zo'n tekening van Klaas Jansson Visser, ja, dat inderdaad wel een tekening is die op locatie is gemaakt. Hoewel je dan ook nog kunt afvragen, stond dit er nou ook echt? Of is dat een latere toevoeging? En dat karretje hier, die wagen met die mensen erin, is misschien ook wel een soort fantasierijke toevoeging om het een wat leukere compositie te maken. Maar ik denk dat die herberg zelf, die potjesherberg, dat gebouw dat u daar rechts ziet, dat hij dat wel degelijk op locatie heeft gezien. Een ander kenmerk dat wel wordt genoemd voor een tekening die naar het leven is gemaakt, is dat hij niet helemaal is afgemaakt. Nou, u ziet hier een lege voorgrond. Dus wat dat betreft voldoet deze ook heel goed aan dat criterium. Rembrandt was een meester in het buiten tekenen. Hij heeft heel veel in de buurt van Amsterdam rondgezworven met zijn tekenmaterialen. Rembrandt werkte altijd buiten in pen en inkt. En hier ziet u de Amstel, gezien vanaf de Blauwbrug. Nou, ik denk dat dit toch ook wel op locatie is gemaakt. Ja, waarom denk ik dat? Ja, het is ook weer zo, het is heel schetsmatig. En het is... Het is zo natuurgetrouw. Het is zo naturalistisch. Het is super, super naturalistisch. Eigenlijk allemaal ook hele eenvoudige motieven. Je huisjes, een paar boompjes ertussen. Zo'n steigertje. Het zijn dingen die je eigenlijk zo vanuit het onthoud in de werkplaats misschien wel helemaal niet zo snel zou verzinnen. Maar die je gewoon ter plekke hebt geobserveerd en hebt vastgelegd. Dit is ook, naar mijn idee, een heel mooi voorbeeld van een tekening die op locatie is gemaakt. Door Jacob van Ruisdael, die ook veel in Amsterdam heeft getekend. Panoramisch gezicht over Amsterdam naar het IJ. Dus u kijkt in de richting van het IJ en u staat samen met Jacob van Ruisdael op het pas gebouwde paleis op de Dam. Dat toen het stadhuis van Amsterdam was. En de tekening wordt gedateerd omstreeks 1665. Nou, het paleis op de Dam werd gebouwd als stadhuis van Amsterdam. Dat was al iets eerder, in de jaren 50 van de 17e eeuw. Maar in 1665 werd die koepel erop gezet, dat torentje, dat koepeltje. Dus toen heeft er een steiger op het dak gestaan van het paleis op de Dam, of stadhuis. En vermoedelijk heeft Jacob van Ruisdael daar dus opgestaan, op het dak gestaan en keek zo uit naar het IJ. Dus hier staat nu ongeveer het Centraal Station van Amsterdam. Hier loopt de Damrak en hier ziet u de toren van de Oude Kerk. En hier staat dan, nou hier staat ergens de Bijkorf. Dus ik denk dat dit ook echt op locatie gemaakt is. Dat was natuurlijk een buitenkans, dat je de kans had om op het dak van het stadhuis te staan en vanaf een hoog punt een overzicht over de stad te tekenen. Oh, even terug. Maar dit lijkt mij nou een tekening die niet op locatie gemaakt is. Of hooguit in eerste opzet. Getekend door Anthony Waterloo. En dat is een kunstenaar die heel lang in Amsterdam heeft gewerkt, een jaar of 20. En vervolgens is hij een beetje gaan rondzwerven. Heeft hij op verschillende plekken gewoond. Maar in Amsterdam woonde hij in de Jodenbreestraat. En dat is eigenlijk wat u hier ziet. U ziet het gezicht op de Antoniesluis. En hier, ja, ik heb dus echt geen pointer, geloof ik. Nee, hier dit, dan wijs ik het weer even aan. Dit is de Jodenbreestraat. En hier zo op dit punt staat het Rembrandthuis. Even voor uw oriëntatie. Dus hier, als die bomen er niet stonden, dan zou u op de voorgevel van het Rembrandthuis kunnen kijken. En dit is het sluisje bij het Rembrandthuis. En hier staat nu zo'n klein huisje waar je koffie kunt drinken, cafeetje.
Waterloo woonde dus om de hoek en heeft dit punt getekend met een hele grote nauwkeurigheid. Daarom had ik dat detail ertussen gestopt, om u dat te laten zien. Heel, heel mooi gedetailleerd uitgewerkte tekening. Van ook nog heel groot formaat, 40 bij 62 centimeter. Dit is een soort meesterstuk. Dit is echt een tekening geweest die hij gemaakt heeft voor de verkoop. Dus op groot formaat, heel precies uitgewerkt, met hele mooie boompartijen, schaduwpartijen. De schaduw van die bootjes kun je heel mooi zien. Dus dit zal hij gemaakt hebben op basis van schetsen die hij eerder heeft gemaakt. Of misschien heeft hij buiten een eerste opzet gemaakt ter plekke en heeft hij die later thuis in zijn werkplaats heel zorgvuldig uitgewerkt. Als hij buiten heeft gezeten om schetsen te maken, heeft hij dat waarschijnlijk ook weer gedaan vanaf het water. Het water is hier vrij breed, dus hij zal hier ergens op een bootje hebben gezeten om dit punt zo goed mogelijk weer te geven. Ik ga naar Wieland Hendricks. Wieland Hendricks was hier, heet de tentoonstelling. En hij heeft een enorme ondertitel. Kunstenaar was hij, conservator, kastelein, restaurator, bestuurder, verzamelaar, kunsthandelaar en netwerker. En daar zou je er ook nog kunstkenner aan toe kunnen voegen. Want Wieland Hendricks, heeft u de tentoonstelling al gezien? Nou, misschien dat u straks gaat kijken. Wieland Hendricks was een enorm veelzijdig man. En het Tijlers Museum wijdt een tentoonstelling aan hem, omdat hij hier maar liefst 35 jaar conservator is geweest en beheerder van een kunstcollectie. En je zou ook nog kunnen zeggen dat hij kunstkenner was, want hij had een hele grote kennis van de 17e-eeuwse kunst, van de 17e-eeuwse schilder- en tekenkunst. En heeft ook voor Tijlers Museum, dus ten behoeve van het museum, heel veel tekeningen, 17e-eeuwse tekeningen aangekocht. En de tentoonstelling bestaat uit twee delen, dus een deel in het prentenkabinet en een deel in de tentoonstellingszaal, in het nieuwe gedeelte van het museum. En in het prentenkabinet kunt u zien dat hij heel veel kopieën heeft gemaakt naar 17e-eeuwse meesters. Dus naar Frans Hals bijvoorbeeld, portretten van Frans Hals. Maar ook naar 17e-eeuwse landschapstekeningen, waar hij soms ook wel weer zijn eigen variaties op maakte. Maar hij was heel goed op de hoogte van de 17e-eeuwse tekenkunst. En in de tentoonstellingszaal kunt u een aantal landschapstekeningen van hem zien. Want hij was dus van alle dingen die hij was, was hij ook een heel goed landschapstekenaar. En aan die tekeningen kunt u zien dat hij eigenlijk met zijn manier waarop hij het landschap mee weergaf en de motieven die hij koos en de manier waarop hij observeerde, stond hij helemaal in de traditie van de 17e-eeuwse meesters die ik zojuist aan u presenteerde. Gezicht op de Haarlemmerhout uit de vroege 19e eeuw. Het is zomaar een doorkijkje in het bos, waar met een prachtige lichtval. Of een hutje, een schuilhuisje dat hij zo'n 30 jaar daarvoor maakte op de Veluwe. Of in de buurt van Ede. In 1781 ging hij in Ede wonen. Dat is nog niet de Veluwe, hè, geloof ik, Ede. Het is nog. Nou, in de buurt van de Veluwe. 1781 ging hij met zijn echtgenote in Ede wonen, waar hij 5 jaar ging wonen en heel veel buiten heeft getekend. Ja, zo'n onaanzienlijk hutje. Je moet het schilderachtige er maar van inzien, hè? Waarbij die ook nog, een grapje dat 17e eeuwers ook vaak uithaalde, een mannetje achter de boom tekent die zijn behoefte aan het doen is. Ik weet niet of hij die nou echt op locatie gezien heeft, maar... Ja, dus hij heeft dus vooral in zijn periode in Gelderland heeft hij heel veel buiten getekend. Waarmee hij waarschijnlijk ook wat betreft techniek is gevolgd, de voetsporen van zijn 17e-eeuwse voorgangers heeft gevolgd. In die zin dat hij tekende op locatie en op basis van die schetsen nieuwe tekeningen maakte, of uitgewerkte tekeningen maakte. Of dat hij een eerste schets ter plekke maakte en die vervolgens verder in het atelier uitwerkte, wat hier waarschijnlijk het geval is. Dus hij heeft een landweggetje met een boerenschuur ernaast, heeft hij eerst in krijt opgezet. Het is op zo'n dia heel moeilijk te zien, maar als u straks naar de tentoonstelling gaat en u gaat goed
met uw neus op de tekening, dan kunt u de krijtlijnen denk ik nog wel zien. Dus eerst in krijt opgezet en hem vervolgens met waterverf verder ingekleurd. Waarbij de tekening natuurlijk weer extra mooi is door die prachtige lichtval, door het zonlicht dat door de bomen valt. Ja, Hendricks heeft niet alleen dus buiten getekend, maar ook in de stad Haarlem. Waarbij hij ook lang niet altijd oog had voor alleen maar de belangrijke plekken in Haarlem, zoals de Bavo en Gezicht op het Spaarne en dergelijke. Maar ook gewoon voor achterafhoekjes in de stad. Hier ziet u Gezicht vanaf de Raamgracht op de Lange Geuzenstraat. Dat is een hoekje zeg maar, achter de Nieuwe Kerk, in de buurt achter de Nieuwe Kerk. Waar op dat moment, in 1809, toen hij deze tekening maakte, huizen werden afgebroken. Dus u ziet hier op de voorgrond een berg met puin liggen. Er staat ook een kruiwagen bij. En juist zo'n huizenrij in afbraak en dan zo'n muur met zo'n schoorsteen en nog een muur bij een tuin. Dus juist zo'n stukje stad dat nu zichtbaar is geworden vanwege die afbraak. Dat moet hem gefascineerd hebben, dat patroon op die muren, het kleurgebruik. Dus eigenlijk helemaal niet een heel heroïsch onderwerp op iets waarbij de stad op zijn mooiste te zien is, maar juist een achterafstraatje. En ook dat past eigenlijk helemaal in de 17e eeuwse traditie, want ik zei al even aan het begin dat men eigenlijk dol was op plekken in verval, op ruïnes, op oude gebouwen. En dat ziet u bijvoorbeeld hier ook. Een tekening van een anoniem kunstenaar uit de noordelijke Nederlanden. Waarschijnlijk is dit gemaakt door een kunstenaar die werkte in de omgeving van Klaas Janszoon Visser. Dus helemaal in de vroege 17e eeuw. Heel ander onderwerp. Het gezicht op het Kartuizer Klooster in Amsterdam. Dus was een middeleeuws gebouw dat in de vroege 17e eeuw in verval was geraakt. Dus dit zijn nog... Ja, dit is nog een deel van het Kartuizer Klooster en dit is ook nog een deel daarvan en die muren is er nog van over. Maar dat oude terrein van het middeleeuwse Kartuizer Klooster was inmiddels ook alweer in gebruik met andere doeleinden. Dus hier ziet u een houten molen staan, zo'n karrenmolen waar een paard in rondliep. En dit is dus eigenlijk ook zo'n achteraf hoekje met wat oude muren, tekenen van verval. En dat ziet u dus ook bij Hendricks. Waarbij ik niet wil zeggen dat Hendricks zich heeft laten inspireren door deze tekening. Want die is wel in de collectie van Tijlers Museum, maar die is er pas veel later gekomen. Dus die is niet door Hendricks aangekocht. Maar het gaat mij meer om het idee van het heeft een beetje, naar mijn idee althans, dezelfde sfeer. Hè? Dezelfde thematiek. Ja, nog zo'n tekening die je op de tentoonstelling kunt zien. Het gezicht op huis Heemstede, een buitenhuis dat niet meer... bestaat. Nou, heel mooi gedetailleerd uitgewerkt met een grachtje ervoor, een vissertje aan de gracht. Vroege 19e eeuw, maar het komt heel dicht wat betreft thematiek bij 17e eeuwse tekeningen van Roeland Rochman, die als jonge kunstenaar een hele serie kasteeltekeningen heeft gemaakt. Er zijn er iets van 200, uit mijn hoofd gezegd. Zo'n 200 kasteeltekeningen. Dus hij is door Noord-Holland gereisd, door Zuid-Holland, door de provincie Utrecht, provincie Gelderland en heeft daar allerlei kastelen vastgelegd. Dat heeft geresulteerd in een reeks tekeningen op vrij groot formaat. Dus die linker is 31 bij 47 centimeter. En deze tekening heeft Wibrand Hendricks zeker gekend, want hij heeft er zo'n 20 aangekocht voor Tijlers Stichting. Dus hij heeft het niet alleen aangekocht, hij was er niet alleen bewust van de waarde ervan, maar hij heeft zich dus ook bij zijn eigen tekenwerk erdoor laten inspireren. Dit is er ook zo eentje. Ook te zien op de tentoonstelling. Een boomgroep op Wildhoef in Bloemendaal. En het landgoed Wildhoef was in de late 18e eeuw in het bezit van Willem Kops, de doopsgezinde kunstverzamelaar Willem Kops, die allerlei kunstenaars uitnodigde om naar zijn landgoed te komen, waaronder Wibrand Hendricks. En Hendricks heeft daar dus ter plekke een boomgroep getekend die hem gefascineerd zal hebben. Ja, een groepje
grote bomen met knoesten en schors. En ook dat staat in de traditie van de 17e-eeuwse meesters. Want ook dat was bij kunstenaars die naar buiten gingen een heel geliefd motief. Dus niet alleen het schilderen van het landschap, maar ook motieven in het landschap. En een van die motieven was een interessante boom. Dus een oude boom, of een boom met knoesten, of een boom met interessante schorsstructuur, of met mooie wortels, zoals u aan de linkerkant ziet. Dus u ziet hier twee voorbeelden uit de vroege 17e eeuw, van Roland Saverij en van Jacques de Gijn, die heel goed buiten bomen hebben geobserveerd en beide dat motief meerdere keren hebben getekend. Ja, wat u ook op de tentoonstelling kunt zien, even iets heel anders tot besluit, is een serie kunstenaarsportretten. Vriendschapsportretten, zoals die in de late 18e eeuw wel vaker gemaakt werden. Dus Hendriks heeft een hele serie portretten gemaakt van kunstenaars, maar ook andere mensen uit zijn netwerk, uit zijn vrienden- en kennissenkring. En dus die kunt u beneden op de tentoonstelling zien. Ik heb er even twee uitgelicht. Dit is Cornelis van Noorden. Met prachtige rode wangetjes en rode lippen. Cornelis van Noorden was ook een Haarlemse kunstenaar. Hij was wat ouder dan Wibrand Hendriks. En een heel veelzijdig kunstenaar die heel veel heeft getekend. Zowel botanische tekeningen als portrettekeningen, landschapstekeningen. Hij heeft van alles gemaakt. En ik heb hem er nu even uitgelicht, omdat Cornelis van Noorden heeft ook buiten getekend. En dat weten we doordat van hem een schetsboekje bewaard is gebleven. Dus ook in de 18e eeuw werd in schetsboekjes buiten gewerkt. En ook voor de 18e eeuw zijn die schetsboekjes heel zeldzaam. Maar van Cornelis van Noorden hebben we er gelukkig nog één. En die heeft hij volgetekend tijdens een tekenreis in 1756. Toen was hij 25 jaar oud. En toen is hij als jongeling eerst naar Overijssel gegaan. En toen naar Drenthe. En toen weer van Drenthe naar Overijssel. En toen is hij naar Bentheim gereisd en dat ligt achter Oldenzaal. En dat was voor kunstenaars een heel geliefde plek om naartoe te gaan, want dan had je een kasteel op een, het ligt er nog, je hebt er een kasteel op een heuveltop. En dat vond men een heel interessant motief om te tekenen. En het leuke is dat Cornelis van Noorden in zijn schetsboek heeft bijgehouden, ook op welke dag, dus hij heeft hem per dag gedateerd. Dus je weet precies op welke dag hij waar was. En zo was hij op 5 juni, 1756, was hij in Bentheim. En dat staat er ook boven, Bentheim. En als u er wel eens geweest bent, dan weet u dat het in dat dorpje Bentheim heb je hele grote hoogteverschillen. Dus je kunt hier echt zien dat hij ergens onderaan een straatje heeft gezeten en zijn schetsboekje tevoorschijn heeft gehaald en dat hoogteverschil heeft vastgelegd. Dus je kijkt echt van onderaf tegen de huisjes aan. En een dag later was hij alweer in Almelo. Waar hij de kerk heeft vastgelegd, de kerk heeft getekend. En die kerk, ik heb mijn PowerPoint niet helemaal afgemaakt, zoals u ziet, ik ben wat vergeten. Maar deze tekening is de collectie Overijssel in Zwolle. Dus die kerk, de tekening van de kerk in zijn schetsboekje heeft hij gebruikt voor een uitgewerkte tekening van de kerk van Almelo, die nu dus in Zwolle is. En het leuke is dat hij dat waarschijnlijk toen hij in Almelo zat te tekenen al heeft bedacht. Van oh, die tekening die kan ik gebruiken voor een uitgewerkte tekening. Want hij heeft hier in het dak en op de muren heeft hij kleurnotities aangebracht. Dus hij heeft al gezegd van nou, het pannendak van die huisjes die waren rood. En het pannendak van de kerk is blauw. Of grijs-blauw en de muren waren ook steenrood of zoiets. Dus dat heeft hij zo vastgelegd, zodat hij dat later voor een uitgewerkte tekening kon gebruiken. Hoewel u ziet dat het uiteindelijk een tekening in grijs is geworden. Hè? Grijs. Dus hij, misschien heeft hij nog wel een gekleurde versie gemaakt, die we niet meer kennen. Dus dat kun je ook aan zien dat zo'n schetsboekje typisch werkmateriaal was. Een andere kunstenaar, en dit is het laatste wat ik ga vertellen, die u aan in de galerij met kunstenaarsportretten kunt zien, is een portret van Jacob Percois, of Jacob Percois, ik weet nooit precies hoe je het uit moet spreken. En dit is dus ook zo'n kunstenaar die in het netwerk van Hendriks zat, en dat is eigenlijk best opmerkelijk, want deze man kwam uit Middelburg.
Hij had tekenonderwijs gehad in Rotterdam en hij richtte later dezelfde tekenacademie op in Middelburg. En hij zal regelmatig dus ja, in deze kant van het land geweest zijn om hier ja, contacten met kunstenaars te hebben en met opdrachtgevers. Want Middelburg was natuurlijk toch in die tijd ja, toch een klein beetje een uithoek. En het leuke is dat we ook van hem nog een schetsboekje kennen. En dat schetsboekje is volgetekend met tekeningen die hij onderweg gemaakt heeft. Eigenlijk, ja, zou ik het zeggen, zo dingen die hij tegenkwam. Hè? Zoals dus Van Noorden echt bewust dacht van, oh, die kerk van Almelo, dat kan ik wel gebruiken later voor mijn werk. Zo heeft Percoys of Percuadi heeft getekend waarschijnlijk om de tijd te doden. Terwijl hij dus per boot van Middelburg naar het westen van Nederland kwam. Dus we komen heel vaak in zijn schetsboek komen we motieven tegen op het water. Hier gezicht bij, op Mallegat, bij Dordrecht. We weten ook precies waar het is, want hij heeft het er zelf onder geschreven. Getekend op 27 juli 1799. Dus hij, ja, zo'n bootreis duurde een tijdje, dus dan kun je maar beter je met iets vermaken. Maar wat zo ook zo leuk is in zijn schetsboek, is dat er figuren in staan die hij onderweg tegenkwam. Zo'n man in een koffiehuis met een hondje naast zich op de bank. Ja, ik vind het eigenlijk ook nog steeds een heel vermakelijk detail. Vooral dat hondje dat er zo zit. En slapende reizigers. Dit schetsboekje is niet op de tentoonstelling, want ja, die gaat over Hendriks. Maar als u naar de website van het Rijksmuseum gaat, naar Rijksstudio, waar u de hele collectie van het Rijksmuseum gedigitaliseerd kunt vinden, kunt u digitaal het hele schetsboekje doorbladeren. En ik wou hiermee besluiten, maar ook om te laten zien dat je dus ook je observatietalenten als kunstenaar ook nog op een andere manier kunt gebruiken dan alleen het weergeven van het landschap en de steden die je tegenkomt. Maar ook de reizigers onderweg. Dank voor uw aandacht. Hartelijk dank voor je verhaal. En ik denk dat er wel wat vragen zijn, dus die mag ik woord geven. Ja. Wat mij bezig was, later uitzonderlijk als kunstenaar, dat ik denk aan dat je noemde het net nog even notitie maakt van de kleuren. Ja. Maar werd er ook niet gewoon kleur opgezet, want het moet ook een soort van of werd de kleur omschreven. Er wordt hier gevraagd, werd er ook buiten in kleur gewerkt? Hè? Of werd er alleen kleurtotities gemaakt? Of nee, maakt, nam men ook waterverf mee? Als het buiten het schetsen was met het idee ja. Van ja, dan kun je het best even een... Dan zou je de kleur moeten onderhouden. Ik zou die tekening die in Duitsland gemaakt was. Ja. Dat het daar hele mooie gele kleur gewerkt werd. En ook... Bedoelt u deze? Oh, in mijn... Oh, oké, okay. Nou, dan gaan we niet maar. Ja. Daar werd in Leuburg aangekeken. Dat vonden ze zo mooi te plaatsen. Ja, Elten. Wilt u Elten? Ja. En later. Ja. Hele mooie gele kleuren. Ja, ja. Ja, ja. Moet dat uit het hoofd zijn gebeurd? Of kan er een manier om dat te... Nee, ik denk toch dat uit het hoofd gebeurde. Er werd niet veel, voor zover ik weet, niet veel in waterverf of misschien niet in waterverf buiten gewerkt. Maar dat was toch ingewikkeld om al die verschillende kleuren mee te nemen. Ik denk toch dat dan inderdaad gewoon ging met notities en met goed in het hoofd prenten. Ja, van het onthoud. Ja, 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 ja. Zijn er nog meer vragen? Nou, daar heb ik er nog één. Oh ja, gaat uw gang. Er waren meerdere tekeningen die vanaf het water waren gemaakt. Ja. Maar perspectiefisch zou dat niet kloppen, omdat ze een hoger standpunt hadden. Dus ze moeten dan of hoog op de boot hebben gezeten. Ja, bijvoorbeeld die Antonie Waterloo die ik liet zien, hè? Van de Oude Schans van Amsterdam. Hier, deze. Oh nee, deze. Dan zien we hem in zijn geheel. Ja, u hebt gelijk. Dat moet een hoge boot geweest zijn. Ja. 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 Ja, daar heeft u gelijk in. Ja.
moet een hoge boot geweest zijn. Of misschien zat hij boven op een kajuit of zo. Of, ja, ja. Er zijn ook tekeningen, die, ja, ik heb ze niet bij me, maar helemaal in de vroege 16e eeuw, dat is eigenlijk heel bijzonder, was er een kunstenaar in Amsterdam, Cornelis Antonis, die heeft ook een schetsboekje nagelaten. Dat is een heel, heel bijzonder document, waarin hij van alles geschetst heeft. Ook altaarstukken die hij zag en dergelijke. Maar hij heeft ook een paar tekeningetjes van Amsterdam gemaakt. En daar wordt ook wel van gezegd dat die gemaakt zijn vanuit een scheepsmast. Maar nou lijkt me, ja, dat wordt al, ik weet niet of dat klopt. Het lijkt me zo ingewikkeld. Hoe moet je dan zitten? Hoe moet je je vasthouden? Dat, ja. Je kunt je op laten hijsen. Ja, maar dan schommelt het misschien weer heel erg. Ja, ja. Ja. Als een soort Odysseus laten vast sjorren. Ja, u heeft ook een vraag, mevrouw. Ja. Ja, dat zou best kunnen. Weet u welke bedoelt u precies? Als je eerst tekening kunt zien dat er dus onbekende tekenaars waren. Ja. Oh, die meester van het kleine landschap. Ja, dat kan heel goed. Dat er inderdaad Pieter Breugel op staat. Want men is altijd met de tekenkunst altijd heel erg, trouwens met alle kunst eigenlijk. Alles moest een naam hebben. Hè? Men kon nog, misschien is dat geldt het ook nog wel voor het heden. Men kan eigenlijk niet zo goed leven met anonieme kunstenaars, met kunstenaars die men niet kent. Alles moet een naam hebben. En vooral in de tekenkunst geldt dat nog eigenlijk ook altijd nog heel erg van, ja, wie heeft het gemaakt? Soms weten we het gewoon niet. En wat men in het verleden vaak deed, was het dan toeschrijven aan een grote naam, aan Pieter Breugelbus. En eigenlijk zit het daar ook best, is dat ook niet onlogisch hoor. Want het zit er best wel dichtbij. Deze, hè? Ja, u heeft gelijk. Ja, je Pieter Breugel staat hier. Ja. En wat we al, dat zeg ik dan ook altijd tegen studenten. Van je moet altijd heel, het is eigenlijk altijd een beetje verdacht als die naam er is opgeschreven in een andere tekentechniek. Want de tekening is uitgevoerd in pen en bruine inkt, hè, met zo'n heel fijne geslepen ganzenveertje. Maar dit is gedaan in krijt. Ik weet niet of je het van zo'n afstand kunt zien, maar ik sta er met mijn neus bovenop, dus ik kan het heel goed zien. En dat is vaak een aanwijzing dat het later is toegevoegd. Maar dit zit eigenlijk heel dicht bij, Pieter, bij ja, wat Pieter Breugel deed. Denk ook maar aan die tekening van Baas Rode. Die zit hier geloof ik voor, hè? Dus ik kan hem... Ja, dus die... Kijk, het is eigenlijk dezelfde tekentechniek. Dus ja, het is een soort oude toeschrijving die men dus later... Ja, waarvan men later heeft gedacht, nou, dit is toch echt geen, dit is geen Pieter Breugel, maar een echte oplossing is er ook niet voor gekomen, want nu is het dus anoniem. Ja, ja, ja. Ja, ja, u hebt gelijk. Misschien was, stond hij hier, hing hij hier dan toch wel aan de vlaggenmast of waar werd het scheepsmast? Ja. Ik had nog één vraag. Worden de tekeningen ook in opdracht gemaakt? Of was het hoofdzakelijk eigen initiatief? Het was hoofdzakelijk eigen initiatief. Ook omdat het dus veel werkmateriaal was, wat men buiten maakte. Maar toch kan je je voorstellen, zo'n tekening van Anthony Waterloo, zo'n groot gezicht op de Oude Schans, dat in opdracht werd gemaakt. En die tekeningen van die kasteeltekeningen van Roeland Rogman, die hele grote serie, die zijn ook in opdracht gemaakt. Denken we tenminste. Want toen Rogman ze maakte, was hij nog heel jong, was 22 of zo. Hij is een hele jonge kunstenaar. En dan heb je, dan ga je ook niet uit jezelf het hele land doorreizen om al die kastelen te tekenen. En ook nog op zo'n groot formaat. Dus dat heeft hij waarschijnlijk gedaan, gefinancierd door iemand die graag zo'n reeks wilde hebben. Ja, maar tekeningen werden ook in opdracht gemaakt. We weten eigenlijk vrij weinig over het verzamelen van tekeningen in de 17e eeuw. Maar er waren wel tekeningencollecties. Er was vraag naar. Zeker in de tweede helft van de 17e eeuw zijn er verschillende collecties geweest. En hield men ook dan heel erg ook van die uitgewerkte tekeningen met mooie kleuren en groot formaat. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik had ook één vraag. Ja, mag. Ja. Hoe werden die tekeningen ontvangen? Ja, hoe werden ze ontvangen? Ja.
Nou, dat weten, ik kijk ook even naar Ilja, maar we weten daar zo weinig over, hè? Er waren verzamelaars, toch? Ja. Die speciaal ja. tekeningen verzamelden. Ja. Dat komt vanaf de ja. 17e eeuw. Ja. Ja, er waren dus verzamelaars. En wat je dan soms ook wel ziet, is dat zo'n collectie wordt geveild. En dan kan je in zo'n veilingcatalogus vaak ook zien. Ja, die hebben we gelukkig nog, dus vaak nog. Kun je in zo'n veilingcatalogus zien hoe ze werden gewaardeerd. Dus dan zet bijvoorbeeld soms een tekening van Anthony Waterloo, zo'n groot formaat. Wordt dat een kapitaalblad. He, zo van grote, of in mooie kleuren. Dus dan heb je een soort waardering eigenlijk, hè. En die schetsboekblaadjes, ja, dat is heel lang, dat komt pas later, dat men die tekeningen ook gaat waarderen. En zo'n Heemskerk-album met al die schetsboekbladen uit Rome, ja, dat is hier in Haarlem gebleven. Dus het is bij Haarlemse kunstenaars gebleven. Die vonden dat weer, ja, natuurlijk ook, zo, ook als werkmateriaal. Kijk even naar Ilja, hier zit de grote Heemskerk-expert. Maar die ging eerst naar Cornelis van Haarlem, hè? En toen naar Sarendam. Ja, Sarendam heeft, en die heeft ook schilderijen. Op basis van ja. haar tekeningen. Ja. Ja. En na Sarendams dood is het verdwenen uiteindelijk ja. in Frankrijk, teruggekomen ja. in de 18e eeuw en nu, ja. Ja, nu in Berlijn. Dus ja. dus dat schetsboek dat bleef dus bij kunstenaars hier in Haarlem, die dan ook weer eigen motieven uithaalden. Dus er werden ook tekeningen verzameld door kunstenaars. Omdat die dan ook weer... deels omdat ze zelf echt verzamelaar waren, dus artistieke redenen. Maar ook deels omdat ze het konden gebruiken als werkmateriaal. Of als inspiratiebron voor hun eigen werk. Mevrouw de derde reden. Ja, het valt mij op dat de naam Hendrik mij nog onbekend was. En zo weinig informatie krijg. Terwijl toen ik de tentoonstelling beneden zag, toen dacht ik, al die schilderijen die ken ik. Waarom ken ik die naam niet en zo? Dat kan er mij niet voor, maar... ook omdat ik zie dat hij zoveel functies heeft gehad hier in Haarlem. Ja. Waarom is er zo weinig over hem bekend? Ja. Was hij zo'n bescheiden man? Ja. Er zijn heel veel kunstenaars die ten onrechte soms in vergetelheid zijn geraakt. En daarom, dat vind ik dan vaak zo leuk van tentoonstellingen, of van die monografische tentoonstellingen, dat je dan zo'n kunstenaar zo weer voor het voetlicht kan brengen. En dan hebben we zo'n mooi boek. Dat is natuurlijk ook heel... Kijk, zo'n tentoonstelling is na een paar maanden weer verdwenen helaas, maar zo'n boek blijft. Dus ja, u hebt helemaal gelijk. Zeker als hij zo vreselijk veel functies had. Want hij was dus hier 35 jaar conservator, zoals ik al zei. Maar ook beheerder van het gebouw. Hij zorgde ook voor de collectie. Dus als er hier tekeningen kwamen die niet helemaal in goede staat waren, dan zette hij ze mooi op een nieuw passepartout. Of hij tekende ze soms zelfs een beetje bij. Dat zouden we nu natuurlijk niet meer doen. Maar hij liet ook de mensen binnen die de collectie wilden bezoeken. Hij had heel veel bestuurlijke functies in Haarlem. Hij was betrokken bij de oprichting van de tekenacademie. Dus het is ontzettend goed dat hij nu eens een mooie tentoonstelling maar heeft. Ja. De kunst uit die eeuwen, ja. 16e, 18e, 19e eeuw, ook wel altijd weggedrukt zijn in Nederland door de 17e. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Mark de Bijen, heb je helemaal gelijk in. Inderdaad, zeker de 18e eeuw is in Nederland altijd een beetje een vergeten periode. Ja. En het traditionele beeld is dan dat dat de economie in Nederland in verval raakte en dat het ook op kunstgebied niet zoveel meer was. En dat kunstenaars vooral van die grote behangselschilders schilderingen maakten in van die behangselfabrieken en... Maar zeker, ja, er is ook nog veel meer te beleven, dat klopt. In de 18e eeuw is nog heel veel te doen. Zeker op het gebied van de tekenkunst, ja. En dat geldt ook voor de vroege 19e eeuw. Hij was eigenlijk ook museumdirecteur, hè? Dus heel druk, net zoals Mark. Ja, ook dat. Ik denk, ja. Ja, dat denk ik ook wel, dat hij misschien ook een beetje vergeten is, omdat hij die 35 jaar dat hij voor de Tijlen Stichting werkte, gewoon ook best druk was, ja. Dat klopt, ja. Ik vond het graag nu afronden. Heel hartelijk dank. Erg interessant. Dankjewel.